Er is gisteravond om 9:30 een brand ontdekt in de loods. Hier wordt heel veel gewerkt, worden dingen opgeslagen. Er is heel veel gereedschap. Nou, zoals je ziet is er een hele boot afgebrand en er zijn nog twee reddingsboten die volledig verdwenen zijn. Gereedschaphok waar ontzettend veel mooi gereedschap stond, een compressor. Hierachter zie je een vorkheftruck die ook verloren is gegaan en het hele pand is verder verdwenen en afgebrand. Daar staan de resten van het sanitair gebouw. Het is nog te bezien of dat gespaard kan worden, maar het lijkt er niet op. De brand heeft ongeveer een uur gewoed en de brandweer is tot 2:30 bezig geweest om de boel na te blussen. Er is geen asbest vrijgekomen, dat was heel prettig, anders hadden we hier niet eens mogen staan. Dat is vrijgegeven vannacht en we gaan nu wachten op de verzekeringsexpert en kijken wat we moeten doen. We moeten gaan opruimen natuurlijk en opnieuw opbouwen. Hoe groot is deze klap voor de vereniging? Nou, dat is een enorme klap. Ook voor veel leden. Eén lid die zijn boot hier kwijt is. Er zijn heel veel buitenboordmotoren echt volledig verdwenen en afgebrand. Daar moet gewerkt worden. We zijn een vereniging, dus het moet door de leden zelf gedaan worden. We moeten kijken wat de verzekering... die spullen kwijt zijn en dat zijn we nu aan het inventariseren. Mensen moeten op een lijst dat invullen. Dat zijn kleine persoonlijke drama's, vind ik. Ja, en zo'n mooie houten sloep die hier lag, die krijg je niet meer terug. Die krijg je niet meer terug. Dat was een heel mooi exemplaar, ja. Enig idee hoe dit heeft kunnen ontstaan? Nee, we hebben geen aanleiding of we weten echt helemaal niets. Vannacht ook nog aan de brandweer gevraagd, de politie was hierbij. Er zijn nu geen aanwijzingen en de expert zal er misschien nog iets over kunnen zeggen. Maar we hebben geen idee eigenlijk.